MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering MVV TV. Vandaag gaan we voorbeschouwen op de wedstrijd van komende zaterdag tegen Excelsior. En dat doe ik met Marco Kleine. Marco, welkom. Dankjewel. Ja, want we gaan natuurlijk niet alleen voorbeschouwen, we gaan ook even terugkijken op de laatste wedstrijd tegen de Graafschap. Want dan maakte jij je basisdebuut. Ja, heerlijk. Ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt. Alleen jammer dat we verloren hebben. Ja. Maar ik vind, iedereen heeft hard gewerkt ervoor en het is gewoon jammer van de goal. Ja, hoe ging dat in zijn werk? Wanneer hoorde je dat je in de basis ging starten? Ik werd eigenlijk om 9 uur 's avonds gebeld, eigenlijk door een onbekend nummer. Ik werd niet gebeld en ze hebben gezegd van, maak je klaar voor morgen, je speelt. Wie belde je dan? Trainer Gilio belde mij. Die heb jij niet opgeslagen in je telefoon? Nee. Okay. Dus ik dacht, ik neem eens op en ik krijg een belletje van, je speelt morgen. Dus super blij natuurlijk, maar ik vraag, hoe kan het eigenlijk? Ja, Koers had dat last van zijn hamstring en die zei, je speelt gewoon morgen. Dus ik was super blij natuurlijk. Ja. En je moest je voorbereiden. Hoe moet je dat dan doen, een dag voor de wedstrijd? Trainer zei eigenlijk van, kijk nog even wat beelden na van je tegenstander, van Liefdink. En heb ik eigenlijk gedaan, de samenvattingen teruggekeken. En ik wist eigenlijk zijn speelstijl eigenlijk. Ja, je zegt Liefdink, dat is een grote speler in de keukenkampioendivisie. Dat is meteen een flinke kluif waar je dan tegenover staat, de eerste basiswedstrijd. Ja, precies. Maar ja, het maakt niet uit tegen wie je speelt. Ja. Je moet daar toch gewoon staan. Ja. En hoe heb je het ervaren uiteindelijk? Hoe was het? Ja, in het begin super zenuwachtig natuurlijk, maar in de wedstrijd is het eigenlijk weggetrokken. Mm. En toen was ik eigenlijk super blij, was ik gewoon rustig aan de bal. En heb ik gewoon mijn ding gedaan. Ja. Is het ook veel anders? Want je hebt natuurlijk al, ben je al een paar keer ingevallen als wisselspeler. Is dat dan veel anders dat je dan in één keer in de basis staat? Ja, de voorbereiding is heel anders. Ja. Je denkt van, nou, ik moet nu morgen spelen. Dus, ik denk eerlijk gezegd, invallen vind ik zwaarder dan in het begin beginnen. Ja? Ja, dat had ik wel. Ja, dan kom je er net in, dan moet je je aanpassen. En als je aan het begin van de wedstrijd speelt, dan ben je meteen gefocust. Ja. En kun je zo de wedstrijd in. Ja, begint iedereen op nul. Ja, en jij precies. Ook dus. Precies. Ja. Nou ja, meteen een, wat ik al zei, een zware opponent. Uiteindelijk wordt de wedstrijd met 1-0 verloren. Zat er meer in, wat jou betreft? Aan de tweede helft te zien, komen we tenminste aan het voetballen. En zou er wel meer ingezeten kunnen hebben, maar op zich, de Graafschap is gewoon een goede tegenstander en dat was ook verdiend eigenlijk. Ja, dat ruikt voor jou natuurlijk wel naar meer, dit basisdebuut neem ik aan. Ik hoop het wel, ja zeker. Ik blijf gewoon hard werken en ja, ik bereid me gewoon voor op alles eigenlijk. Ja. Want de wedstrijd tegen Excelsior komt er nu aan. Die hebben jullie natuurlijk recent nog gehad in de beker. Ja. Hoe bereid je daar als ploeg zijnde dan op voor? Want ja, je weet nog recent, je hebt nog een wedstrijd tegen ze gespeeld. Hmm. Is dat een andere voorbereiding dan dat je eentje hebt tegen een ploeg die je een half jaar niet gezien hebt? Nee, eigenlijk niet. Je analyseert eigenlijk de wedstrijd van vorige keer, de beker. En daar kijk je van, ja, wat doen we goed, wat doen we niet goed. En dan pakken we die mee naar de volgende wedstrijd eigenlijk. Ja. En dat gebeurt eigenlijk bij iedere tegenstander, maar dit keer omdat we tegen Excelsior denk 3 keer hebben gespeeld, weten we eigenlijk hun speelstijl. Ja. En daar passen wij ons op aan. Ja. Het was een, het lag grotendeels naast elkaar, het niveau tegen Excelsior recent. Wat verwacht je van de wedstrijd van komende zaterdag? Ik denk voor nu zaterdag zullen we meer gaan voetballen dan tegen de Graafschap. Ja. Is eigenlijk een vergelijkbare tegenstander. En toch wel kans kunnen maken, ja. Dat zeker. Ja, dat in ieder geval vaker voor het doel komt ook. Ja, precies. Meer kans krijgen. En hopelijk benutten we ze ook. Ja, precies. Ja, hoe is dat nou voor jullie? Want jullie hebben een paar nieuwe spelers er sinds de winterstop bij. Niet alleen de laatste twee, maar ook jongens als Koersat en Brem. Die hebben zich nu zeg maar gemanifesteerd in dat elftal. Is dat ook voor jullie fijn dat zij jullie naar een hoger niveau tillen? Ja, natuurlijk. Voor de jeugd is het ook fijn dat er meer kwaliteit is gekomen. En dat de trainer ons dan toch eerder wil inbrengen dan dat het vorige keer was. Mm. En dat we gewoon op niveau kunnen spelen. Ja, want je, natuurlijk is het fijner om in te vallen tussen wat ervaren krachten dan alleen maar tussen jongens van jouw generatie, zeg maar. Ja, precies. Die helpen je toch voor de wedstrijd. Ook zeggen ze dingen na de wedstrijd die je beter kunt doen. Mm-hmm. Maar dat hoort er ook bij. Ja. Hoe ziet jouw toekomst eigenlijk uit bij MVV? Weet je daar al iets over?
Ja, ze willen me hier houden natuurlijk. En dat wil ik zelf zeker ook. Maar tot nu toe weet ik nog niet heel veel precies erover. Nee, want dat zou dan in de vorm van een contract zijn? Ja. 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 Want hoe ziet jouw dagelijks leven dan nu uit? Ben je nog student? Ja, 's morgens ga ik eigenlijk trainen en na de training start ik gewoon mijn computer op. Dan heb ik een hbo-opleiding die ik volg. Mm. En, welke? Finance and Control. Oké. Okay. Dus eigenlijk een LOE-opleiding heb ik voor gekozen, zodat ik zelf zelfstandig aan de opleiding kan beginnen. En dan kan ik bepalen van nu ga ik leren, dan heb ik even rust, kan ik even wat krachttraining doen of zo. Ja. Maar ik vind leren ook belangrijk. Ja, dat je in ieder geval iets achter de hand hebt voor als het voetbal niet precies, maakt. Ja. Ja, ja, ah, ja. En hoe lang doe je over de opleiding? 3 jaar en 1 jaar stage. Maar als, als ik meer wil trainen, dan kan ik er 6 jaar over doen maximaal. Ja. Nou, laten we het daar in ieder geval hopen dat je wel een voetbal gaat maken. En heb je daarin ook ambities? Ja, heel veel ambities, ja. Maar niet per se iets, maar het hoogst haalbare eigenlijk. Ja, het hoogst haalbare. Ja, precies. Ja, ja, zeker. Nou ja, dat is een vrij duidelijke ambitie, denk ik. Ja, voetbal is mijn hobby. Daar zou ik zeker iets mee willen doen, ja. Ja, 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 ja. Duidelijk. Oké. Okay. Zaterdag wedstrijd tegen Excelsior. 4:30, hè? Aftrap. Ja, ja. Voorspellingtje? Voorspelling? 2-0. 2-0. Ja. Lekker de nul houden. Ja. Met Marco Klein in de basis? Dat hopen we. Dat hopen we. Dat hopen we zeker. Hij is toch heel voorzichtig, ik zie het al. Ja. Okay. Marco, dankjewel. Veel succes bij MVV verder. Dankjewel. En u bedankt voor het kijken. En zoals gezegd, zaterdag om 4:30 MVV Excelsior. En graag tot de volgende keer bij MVV TV. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.